De Maaslandkering in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland. Ondanks de hoge waterstanden van gisteren bleef hij open. De kering gaat dicht op basis van twee criteria. Voor Rotterdam is het criterium 3 meter, een verwachte waterstand van 3 meter. En voor Dordrecht 2,90 meter. Maar uiteindelijk zijn de waterstanden in de buurt van de 2,30, 2,35 uitgekomen. Dus nog redelijk ver onder het daadwerkelijke sluitpeil. De laatste keer dat de Maaslandkering dichtging was in 2007. Het was meteen de enige keer dat dat gebeurde op de jaarlijkse oefening na. Want hij gaat alleen dicht wanneer de veiligheid in het geding is. Nee, de kering is vooral gebouwd als veiligheidsobject. Dus hij moet vooral voor de veiligheid van de maatschappij en de burgers zorgen. Dat wat er gisteren gebeurd is natuurlijk voor heel veel mensen vervelend. Voor een deel betreft het woningen die buiten dijks staan. Dus die staan ook in onbeschermd gebied. De bewoners weten dat ook. Achter de dijk is er niks gebeurd. En was de waterstand zo hoog geworden dat er wel een veiligheidsrisico was geweest, dan was de kering wel dicht gegaan. Bovendien zorgt het sluiten van de kering er niet alleen voor dat er geen water meer in kan, er kan ook niets meer uit. Er is heel veel regen gevallen en er is heel veel rivierafvoer. Dus de Maas en de Rijn die moeten al hun water kwijt. Als je dan de keringen dichtzet hier in Zuidwest-Nederland, dan krijg je een soort deltabekken waar het water ook heel snel stijgt. Dus we moeten van het water af. In de controlekamer van de waterkering is de rust nu teruggekeerd. Er worden dit weekend in ieder geval geen hoge waterstanden verwacht.